Pieter Omtzigt lijkt de steun van Angela de Jong te verliezen, nu blijkt dat hij emotioneel betrokken is bij de formatiegesprekken. De politicus van NSC, die een cruciale rol speelt in de kabinetsvorming, wordt bekritiseerd vanwege zijn starre houding. Telegraafjournalist Wouter de Winter onthulde dat Omtzigt zelfs huilt tijdens deze gesprekken, wat bij Angela de Jong tot teleurstelling leidt, daar ga je als weldenkend mens niet mee in zee. Omtzigt zelf reageert verontwaardigd op deze onthulling en noemt het Geroddel. Wouter de Winter wijst er echter op dat Omtzicht niet ontkent wat er is gezegd, en benadrukt dat het verdrietig is om te zien dat iemand met zo'n staat van dienst in de toeslagenaffaire nu worstelt met zijn leiderschapsrol. Het lijkt al langer te gaan over de mentale toestand van Omtzigt, waarbij hij zich achter de schermen bij een aflevering van HLF 8 met Helene Hendricks vreselijk zou hebben misdragen. Journalisten en politici ervaren het als een persoonlijk drama en pleiten voor begrip voor zijn situatie, met de wens dat hij kan doen waar hij goed in is. Angela de Jong uit haar teleurstelling over de gang van zaken in Den Haag en bekritiseert het feit dat de focus ligt op interne machtsstrijd in plaats van het aanpakken van de landelijke problemen. Ze betwijfelt of iemand met omzicht in een coalitie zou willen zitten, gezien zijn neiging om van standpunt te veranderen en beslissingen terug te draaien. Adverslaggever Elodie Verwij benadrukt dat, hoewel omzichtsgedrag moeilijk te vergelijken is met bijvoorbeeld de woedeaanvallen van Mark Rutte, het toch een uitdaging is om met een politicus om te gaan die terughoudend is in het nemen van beslissingen en terugkomt op eerdere beloftes. De discussie roept vragen op over omzichtsgeschiktheid voor leiderschap en het vermogen om effectief te besturen.